Mijn vader was Johan Benders en die is in 1943 doodgegaan. Ik was toen nog niet geboren. Van huis uit wisten we niks. En ik heb twee zussen, of ik had twee zussen. En wij praten er ook nooit over, want ik wist niet eens hoe ik hem noemen moest. Papa, dat slaat nergens op. Of onze vader, dat klinkt ook een beetje religieus. Dus dat toont aan hoe onbesproken dat onderwerp was. Johan Benders is leraar Nederlands en geschiedenis op het Amsterdamse Lyceum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik weet dat er een aantal leraren heel erg actief bij waren bij het verzet. Johan Benders was een hele belangrijke man die het middelpunt was van verspreiding van allerlei illegaal materiaal. Persoonsbewijzen, bonkaarten, dat soort zaken, onderduikers helpen. Dat deed hij samen met een aantal leerlingen. Johan Benders is daarvoor op een gegeven moment kennelijk door iemand verraden. Nou, dat mijn vader een verzetsheld was, dat heb ik altijd wel geweten. Dus hij was er niet thuis en er stond een foto op de schoorsteen. En daar werd altijd met respect mee omgegaan. En wat hij eigenlijk deed, daar ben ik veel later achter gekomen. En de invulling daarvan heb ik eigenlijk pas... ben ik te weten gekomen toen ik met een leerling van het Amsterdamse Lyceum in contact kwam. Het Amsterdamse Lyceum, een bijzondere school in Amsterdam-Zuid. Tijdens de oorlog vorderen de Duitsers de school meerdere malen. Desondanks gaan enkele leraren en leerlingen door met hun verzet. Onze school heeft in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wel een bijzondere plek ingenomen. De Duitse soldaten sliepen soms een periode lang in de school. En dan moesten leerlingen elders les krijgen. Soms keerden de leerlingen dan ook weer terug. Moesten zelf hun meubilaire en al die andere spullen dragen. En in sommige periodes hebben er ook boven de aula, waar er nog een kleine holle ruimte is, hebben ook wel 's avonds jongeren, waaronder een aantal leerlingen, geslapen. Omdat die aan de arbeidseinsatz wilde ontkomen. De arrestatie van mijn vader is beschreven in het dagboek van een van mijn twee pleegzusjes die er toen bij waren. Wat er deze nacht gebeurd is, is haast niet te vertellen, zo vreselijk. Om 11 uur kwamen 4 mannen van de Sicherheitspolizei en 2 NSB'ers het hele huis doorzoeken. Papa was erg nerveus toen ik hem een afscheidszoen gaf. En dat was ik ook. Zaterdag 17 april, vandaag heb ik het vreselijkste gehoord. Mama werd 's morgens naar de Euterpenstraat ontboden. Nadat ze haar 2 uur lang hadden verhoord, zeiden ze dat haar man al sinds 6 april dood was. Stel je voor, deze klap in haar toestand. Papa is gestorven in de gevangenis op de Amstelveense weg. Ze zeggen dat hij over de balustrade is gesprongen. Wat een gezinnen verwoesten deze afschuwelijke mensen toch. Vandaag zijn ze ook nog boeken en koffers vol papieren komen halen. Maar dat verhaal klopte wel. Het is over de balustrade gesprongen. Johan Benders pleegt zelfmoord uit angst dat hij anders zal doorslaan en zijn medestrijders zal verraden. 30 jaar later ziet Mart voor het eerst haar vader op bewegend beeld. Het is een filmpje uit 1941 van een schooluitje van het Amsterdamse Lyceum. Het opzienbarendste nieuwe inzicht in mijn vader kreeg ik toen iemand een filmpje waar mijn vader op stond tevoorschijn toverde. Nou, dat heb ik toen gezien en dat was zoveel veelzeggender dan iedere foto die ik van hem gezien heb. Hij liep over een klein duintje en je zag hem recht in zijn gezicht, je zag zijn mimiek. Hij draaide zich om en je zag hoe hij liep, hoe zijn gestalte was. En dat is meteen totaal anders dan een foto die je ziet. En dat geeft hem een beetje vlees, zal ik maar zeggen. Ja.